Gewoon iets vets wat je nooit zou doen. Check deze fantastische dingen. We zijn helemaal ready. Ah, ik voel het helemaal. Ik vind het zo spannend. Hey guys, goedemorgen. Het is tijd voor een nieuwe vlog. En ik begin meteen met iets heel leuks. Ook in de sferen van deze jas. Ik ga namelijk nu naar de shoot van mijn nieuwe schoenencollectie. Met heel veel luipaardprint. En Nicole doet de styling. We hebben alles al doorgenomen. En Alexandra doet de make-up. En Paul Bellard is de fotograaf. Wat ik echt mega tof vind. Hij schiet heel vaak Doutzen Cruise bijvoorbeeld. Dus het is best wel een lucky moment om voor zijn lens te mogen staan. En hij is volgens mij heel erg aardig. Dus dat scheelt. Want anders voel ik me altijd een beetje awkward of zo. Dat ik denk, oh ja, ik ben zoveel kleiner dan alle modellen. En als ik gewoon zo ga staan, ziet het er echt niet zo cool uit als bij modellen. Maar het is heel fijn als iemand dan gewoon goede energie geeft. Dus ik ben benieuwd. Kijk, een takeover. Altijd als ik er dan in kijk, dan durf ik niks meer te zeggen. Ik merk het! Wat aan het doen. Alex, can you explain a beauty look? Yeah. What did you do? I've been a little bit highlighter, you know, her natural skin. Het is echt mooi, ja? Yes. Jij? Ja, ik ook. Pretty! Ik ben weer thuis na de shoot. Het ging eigenlijk veel sneller dan we allemaal hadden gedacht. Dus het is gewoon nog lekker licht buiten. Hoe goed is dat? En ik denk dat ik nu even gewoon lekker ga chillen. Netflix aanzet en even wat me-time neem. Ik heb ook een heel lekker pakketje gekregen met allemaal verwendingen. Zoals, dit lijkt gewoon chocola jongens. Super lekkere sugar scrubs van L'Oréal. Als een soort prep pakket voor een draaidag die we deze week hebben. Er zitten er 3 in. Eentje voor glow, eentje voedend en eentje zuiverend. Ze zijn helemaal natuurlijk, dus dat vind ik wel heel fijn. En ik las dat je ook je lippen ermee kan scrubben. Dus volgens mij zijn het dingen die je echt wil opeten, soort van. Ik denk dat ik deze met kiwi kies, die zuiverend is. Want dat vind ik wel lekker om even al mijn make-up eraf te halen en helemaal weer clean te worden. Dus een soort mini-spa moment. Lekker kiwi moment. Dit lijkt toch gewoon ook net op kiwi. Zou je dit kunnen eten? Het is wel natuurlijk. Dus in principe. Het smaakt ook wel lekker. Hallo, ik ben bij de H&M Studio Collectie presentatie. En ik zit naast niemand minder dan Sap. Die gewoon weer uit New York terug is. En heel erg aan het struggelen met stokjes. Ja. En we zijn earring twins. Hoe mooi zijn deze dingen. Ook het overlezen. Ja. Kan maar wel. Het is een nieuwe dag, ook al heb ik weer deze trui aan. Dit is echt zo'n disaster day. Jessie is de nieuwe video-editor en die begint vandaag en die staat helemaal vast met treinen. Ik ben helemaal bevroren en zo ook de sleutels van onze kantoren. Want Emma stond hier vanochtend en toen zat er een sleutel vast. Dus ik moet sleutelspray aankomen. Dus we zijn nu binnen. What? Made it, made it. We hebben heel veel pakketten, maar ik ruimte in boxen. Ik zie dat ik iets van Chanel binnen heb. Mega exciting. leukste post ooit. Check wat hierin zit. Ah. Een roze velvet. Die is leuk. Dingetje. Die is echt very Paris Hilton. Heel erg geweldig. Laten we daar een leuk boemerangetje van maken ofzo. Emma en ik hebben de kou getrotseerd. We zijn nu even bij mij, want we moeten wat dingen thuis fotograferen. En we eten even lekker lunch. Om warm te worden. Niet gezond. Maar ja, het is wat het is. Zeker als je de hele dag aan het shooten bent en aan het rennen bent. Heb ik tenminste echt iets warms nodig wat gewoon echt erin knalt. Wat natuurlijk ook iets anders zou kunnen zijn, maar we hadden even hier zin in. Hey guys, ik ben Jara en ik geloof dat elk kledingstuk een tweede kans verdient. Of het nou die eenzame sok is, of een versleten jurk, of zelfs een laken. En dat recyclen doe ik samen met H&M. We hebben even een break genomen, want ik ging even Emma's haar krullen. Na de kroketten, nog een break. Heel leuk, even goed laten zien jouw haar, van de zijkant ook. Cuteless! Hoe leuk is dit haar? Leuk. I love it! Weer door naar het Amstel Hotel, waar we nog wat dingen gaan schieten. Hallo! Doen onze jas ook gewoon nooit meer uit. Nee, en muts ook niet. Handschoenen helaas wel. Ja, zet. We zouden toch handschoenen moeten ontwikkelen waarmee je ook goed op je iPhone kan. Bestaat wel, maar... Ja, ze hadden ook een soort warmte jassen nu, zag ik. Met een soort mini verwarmingje erin. Hebben! Pretty! Joe, ik ben weer thuis. Het is nu 20:15. Soms doe ik weer mijn trui uit, heb ik het weer warm, doe ik weer iets anders aan. En verder zit ik altijd met mijn hoofd tegen dit kussen zo op de bank. Het is heel slecht om op de bank te werken natuurlijk, maar ik vind het heel fijn. En dan zit ik er eigenlijk altijd zo bij, allemaal kussens om me heen en opladers. En nu, omdat het laat is, heb ik ook eten naast me staan. Thais eten, wat niet zo lekker was, maar het kan gebeuren. Meestal ga ik dan een serie kijken, zet ik bijvoorbeeld Catfish aan of Temptation Island of Wie is de Mol of zo. Zodat ik het gevoel heb dat ik nog ook een beetje aan het chillen ben. En op de een of andere manier, als ik die achtergrondgeluiden heb, kan ik ook langer door. En nu ga ik even Peaky Blinders aanzetten. Ik ben zo verliefd op Tommy uit Peaky Blinders. Als jullie hem kennen, niet persoonlijk, of juist wel, maar uit de serie... Dan zul je beamen dat het echt een van de allerknapste mannen ever is. Morgen! Ja, ik sta op de Dam met dubbele jassen. Altijd een goede look. Met Angela. Girl! Ook laag op laag op laag op laag op laag. We gaan hele grappige video's maken. Laag challenges. Wat gaan we doen? Ja, we gaan nu iets doen met hoogte. Ja, dat is Jara niet zo leuk. Nee. We gaan het zien. Ah, gaat goed komen. Komt helemaal goed. We zijn er voor je, schat. Boven op de Adam Tower. Lekker windy is het hier. Voor hele spannende dingen. Oh my god, het waait ook echt hard hier. Lekker Hans Klok effect. En ze gaan erin. Oh my god, ik vind het zo spannend. Ik heb ooit in deze schommel gezeten en toen moest ik gewoon naar beneden getakeld worden omdat ik het niet meer durfde. Dus ik vind het zo stoer dat zij dit durven. Oké, daar gaan ze. Oh my god. Oh, ze gaan de lucht in. Zo stoer. Gaat het nog? Heel bang. Oh my god. Oh my god. Oké, helemaal buikpijn. Ah, ik voel het helemaal. Oh my god, die benen gaan helemaal over het gebouw heen ook. Hou op met me. Oké, ik was misschien niet dapper genoeg om op die schommel te gaan. Maar het was hier ook een challenge met al die wind. Ik ga helemaal stuk. Toen we een brainstorm hadden, zei ik van... Hoe leuk zou het zijn als we deze mascara testen met water, met zeemerminnen zwemmen. Gewoon iets vets wat je nooit zou doen. En daar zijn we nu aanbeland. We krijgen ook schelpentops. Ik kan er gewoon niet aan. Het is zo hilarisch. Echt hysterisch. Hou op. Ik weet echt niet wat ik meemaak. Ik ben er helemaal klaar voor. Check deze fantastische dingen. Staat er aan. Staat er aan. Wow. Dat ging echt goed. Camera ready? Camera ready. Ja, ready. Het is zondag, tijd voor een workout. Sportbroekje aan, op tijden niet gedragen. Ik ga met Kim yoga doen. En wat we altijd doen is een yoga die heet restorative. En dan ga je gewoon in principe op een mat liggen met 3 kussens en alleen maar slapen. Dus dat is helemaal mijn soort workout. Daarna gaan we denk ik even chillen, film kijken, wat eten, dat soort dingen. Maar dan hebben we in ieder geval iets goeds gedaan wat ook een beetje rust in ons hoofd brengt. Ik ben er helemaal klaar voor. En het is heel blauw buiten weer. Ik vind het echt het allerlekkerste weer. Dat je helemaal in kan pakken en toch een beetje kan genieten. In plaats van dat het gewoon koud en grijs is, wat ik haat. Ik ga op pad. Handschoenen heb ik nodig. Ik ben weer een sjaal kwijt. Het is echt zo treurig. Mutsen, sjaals en wanten raak ik overal kwijt. Ik had hele lekkere leren wanten. Ik heb nu deze vervangers. Hallo! Dit is gewoon heel chill, want het is eigenlijk alsof je hand in een slaapzak zit. Hallo, het was een heerlijk yogaatje en ik heb net noedelsoep voor Kim gemaakt. Hey, dat was Kimmy. En nu ga je weer iets te pakken, hè? Ja, ik heb hier heerlijke paaseitjes, waaraan één eitje al geknaagd is. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Vind ik moeilijk te geloven. Ik ga voor een wit eitje. Oh, die zijn lekker, ja. Ja, ik... had gewoon een ei begonnen aan een ei was ik. En toen had ik het weer terug in het zakje gedaan. Want ik ben toch bijna nooit met iemand in mijn huis. Kim is altijd ook welkom. Ook omdat ik gewoon aangevroten eieren eet. Precies. Nooit zeuren over. Nooit een gegeven snack in de bek kijken. Nooit een gegeven snack in de bek kijken. En hoezo is dat niet ons levensmotto? Is dat ons nieuwe levensmotto? Jessie appte mij vandaag dat Ganni een nieuw trui of een t-shirt heeft waarop staat snack attack. En dat ze aan ons moest denken. Moeten wij. Hallo! Het is dinsdag en het is zover. Dit is de dag dat ik voor het eerst op de Linda Meijden-redactie ga vloggen. Nou ben ik hier vooral eigenlijk altijd keihard aan het werk. Met de ene meeting naar de ander, dus vergeet ik het. Maar het voelt ook een beetje weird omdat het niet mijn eigen domein is ofzo. Maar ik weet dat heel veel van jullie heel benieuwd zijn naar hoe een dag er hier aan toe gaat. Dus dat ga ik vastleggen. Wat ik nu aan het doen ben, ik zit aan mijn bureau. Ik deel een kamer met Hilda en met Sonja. En ik heb nu allemaal teksten voor me. Die Doreen, dat is de chef. Eigenlijk een soort tweede hoofdredacteur die alle teksten en alle planning en al dat soort dingen heel goed in de gaten houdt. Die print hij dan voor mij uit en dan ga ik alles lezen. Elke letter wil ik eerst zien en daarna... Als alles gecheckt is door mij en de eindredacteur en Doreen, dan wordt de tekst opgemaakt in hoe het er echt uit zou zien in het tijdschrift. Dan gaan we er nog een keer doorheen, dus kijken we ook nog naar al het beeld en nog een keer naar alle teksten. In ieder geval, ik vind dat heel belangrijk. Ik wil gewoon alles zien nu. Dus dat. En verder heb ik hier een heleboel papieren liggen, de nieuwe meiden. En heb ik om 10 uur een afspraak over de nieuwe cover. En nu ben ik in de Zwarte Kamer. Waar we een overleg over het Linda Festival gaan hebben. Wat in september plaatsvindt en voor het eerst ook een meidenonderdeel heeft. Super vet, waar dus alles nog voor open ligt. Ik ben nu op Gooi Meer, wat de andere locatie van Linda is. Ziet er heel mooi uit. Super leuk. We hebben net een livestream gedaan op de Linda Meiden Instagram. Wat heel gezellig was. Een soort live hangout. Hier liggen allemaal nieuwe nummers. Maar kocht ik dit altijd in Albert Heijn. En nu heb ik first-hand access aan alle Linda-nummers. Oh yes! Kijk, dit ga ik dus thuis lezen straks. Lekker! Hey guys, ik ga bij deze even de vlog afsluiten. Ik ben nu op kantoor en ik ben een hele leuke nieuwe video aan het preppen in samenwerking met Etsy. Waar we onder andere deze office space weer helemaal gaan pimpen. Dus dat ga ik nu doen en ik ga nog 2 andere video's even edit checken en lekker veel te doen. Dus ik ga aan de slag en ik hoop je heel snel weer te zien. Dankjewel voor het kijken zoals altijd. En als je het leuk vindt om op de hoogte te blijven, vergeet dan niet even je te abonneren. Dikke kus, tot in de volgende. Doei!